Even een update, we komen de zondag is dan zover, de evenement in Schijndel. Het is nu donderdagavond, ik zal vrijdagmorgen, komt deze online, dus dan ben je in ieder geval helemaal op de hoogte dat je langs kan komen. Evenement wordt gehouden in Schijndel, in het centrum, te gelegenheid van de jeugd- of kinderboulevard. Ik zeg altijd jeugdboulevard, maar het is eigenlijk kinderboulevard. Dus komt elk jaar komt dat terug in Schijndel. Dat is de laatste zondag in september. En bij de skatebaan, bij de BC in Schijndel, bij de steeg, waar normaal de kermis ook is. Daar ligt de skatebaan en daarnaast, daar wordt het vrije evenement georganiseerd. Daar is van alles te doen. Gymtoestellen, kussens, matten, pallets, om het voor het kleine walrun gaan we neerleggen. Wat nog meer, een springkussen komt eraan, dus je kunt ook nog even wat flips maken. Wel graag met sportschoenen, dus met gewone schoenen kom je daar niet op. Een springkussen gaat natuurlijk schoenen uit op de sokken of blote voeten, mag natuurlijk ook. Het weer gaat de goede kant op, 20, 21 graden, de zon schijnt de hele dag. Mag wel, na al die regen van de afgelopen 3-4 weken onderhand, 3 weken zeker. Ik begon echt van te balen, wie niet. Ik ben er klaar voor, mijn tas is gepakt, alles is gecontroleerd. Morgen ga ik beginnen met de pallets te brengen. Water wordt gehaald, iedere deelnemer krijgt een flesje water. De mensen die mee willen werken staan ook al klaar in startblokken, zowel voor de vrachtwagen als bij de gymzaal te laden en te lossen op de baan zelf op zondag. En het geheel is zondag 24 september tussen 12 en 4. Waarom zo kort? Ja, dat het middag is, s'avonds is het donker, moeten mensen ook naar huis, we moeten ook nog opruimen. Dus daar is voor gekozen om het tussen 12 en 4 te doen. Waarbij tussen 1 en 2 voor kinderen of deelnemers nog een workshop is. Nou, kortom, een lang verhaal, genoeg te doen. Ik zeg, kom, ik geef hier nou nog wat korte flitsjes wat je zo al kunt verwachten. En voor de rest is daar nog een film te zien over freerunnen en parcours. Je kan je inschrijven voor de workshops dus, maar je kan je ook inschrijven bij onze wekelijkse trainingen op de vrijdagavond. Kan allemaal, er is een infotafel, je kan polsbandjes kopen, je kan alles doen. Mensen lopen rond in t-shirts van Parcours Schijndel, dus dat kan ook niet missen. En er zijn ook bij mensen genoeg rond die al je vragen kunnen beantwoorden. Nou, ik hoop dat nu alle vragen bij jou nu beantwoord zijn. En ik wens nu alvast iedereen die komt, en ook mensen die niet komen, sorry, maar ook die, een prettig weekend. En het ging heel snel, in 3 dagen of zo. Weer een pakket binnen. De winter komt eraan, dus je hebt een buitenjas nodig. Kranten. Ja, die breng ik nou allemaal rond weg. Dus daar heb ik niks aan. Weg, weg, weg. En daar komt Jan. Ja hoor. Een echte originele, zeldzame marinier buitenjas. De hele echte. In de week dat ik geen tijd heb, omdat er komend weekend een freerun evenement klaar staat voor Schijndel, krijgen we nog eens even 2 bijlagen. En dat zijn allemaal stapels, stapels en nog eens stapels. Voor 1 bijlage, 2e bijlage ligt daar. En dit zijn de kranten. En waarom is die hier allemaal zo veel? Als je deze alleen maar neemt, dat is gewoon een compleet boekje. Plus die ook nog. En dat moet ook nog in de krant gelegd worden. Ik ga hem eraan staan. En is die mooi of is die niet mooi? Ja, oké, die moet ik even wegknippen. Dat is hem.
Fine.